Wij gaan niet met stokken naar huizen toe om te zeggen... en nu moeten jullie naar de film. Dat doen we niet. Vanaf vrijdag 23 maart barst het Movies That Matter Festival weer los. Tijdens het internationale film- en debatfestival van Nederland... zullen tientallen speelfilms en documentaires rond het thema mensenrechten worden gepresenteerd. Nou, we gaan 70 films vertonen in 300 vertoningen. En daar komen ook nog eens 142 Q&A's en andere verdiepende programma's bij. Dus gesprekken met makers of gesprekken met experts over bepaalde onderwerpen. En dat allemaal in 9 dagen gepropt. Dus het wordt lekker druk en gezellig. Bepaalde onderdelen van het filmfestival zijn te vinden bij het Nutshuis en Stroom. Maar het overgrote deel van Movies That Matter vindt plaats bij het Filmhuis. Het Filmhuis is niet helemaal van ons, maar wel voor 90% in die 9 dagen. En daarnaast hebben we ook vertoningen in Theater aan Spui hiernaast. Een van de, ja, net zoals andere festivals in Den Haag doen, zetten we de tussendeur open en heb je één mooi groot festivalterrein eigenlijk. We zijn in, ik geloof in 1995 begonnen als Amnesty International Film Festival. Dus ja, de mensenrechten, dat is wel echt het centrale thema van Movies That Matter. Maar we zijn... we hebben dit jaar ook wat andere thema's daarbij genomen. Vrouwenrechten specifieker of migratie. Naar welke films moeten we uitkijken? De openingsfilm is Aus dem Nichts. Een Duitse film die de Golden Globe heeft gewonnen voor beste buitenlandstalige film. En hij gaat over een vrouw, gespeeld door Diane Kruger. En je gaat eigenlijk met haar mee... in 3 verschillende fases. Namelijk de tunnelvisie, recht en rechtvaardigheid en wraak. Ik wil heel graag dat de democratie rechtsstaat goed werkt. En ik denk dat je daar iedere keer, iedere dag eigenlijk over zou na moeten denken. Van of onze democratische rechtsstaat inderdaad goed werkt. En dus daarom vind ik het belangrijk dat we ook deze film laten zien. Dit jaar zitten er films in het programma die ertoe bijdragen dat ik bewuster in het leven sta. En bewuster nadenk over hoe ik me verhoud tot andere mensen in de wereld. Of dat nou mijn buurman is of iemand in Kiribati. Een eiland midden in de Stille Oceaan wat langzaam maar zeker onder water loopt. Maar zo zeker dat de president van Kiribati op dit moment bezig is om plekken te zoeken in de buurt van het eiland waar ze zich met het hele land zouden kunnen gaan vestigen. Is het publiek van Movies That Matter net zo divers als de films die jullie laten zien? Ik hoop ook dat we de hele breedte van de samenleving hier naartoe krijgen. Het is alleen wel zo, en daar moet je denk ik heel realistisch in zijn. We proberen dat op allerlei mogelijke manieren te doen. Mensen moeten zelf van de bank afkomen en zelf denken van... laat ik eens naar een film gaan die misschien wel niet, die ik normaal gesproken niet zou zien.